Kijken jullie wel eens naar een Moslim moslimomroep op zondag? Nee, waarom niet? Kijkt u wel eens naar de Nederlandse moslimomroep op zondag? Moest het, ja. Kijkt u wel eens naar een Nederlandse moslimomroep? Nee. Ik heb er een hele enkele keer naar gekeken. Nou, niet echt volk, maar ik ben op de hoogte dat het even van de lucht is gehaald, geloof ik. Hè? Waar is het misgegaan? Ik denk, um, als je het mij vraagt, dat het eigenlijk in het begin uh, uh, al mis is gegaan van, uh, van het indienen van de aanvraag. Eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben, waren we vooral um, bezig om dus een protest aan te tekenen. Niet zozeer echt serieus, overwegend dat we ook inderdaad die licentie zouden kunnen krijgen. Maar meer om te zeggen van, hey, er is zoveel misgegaan de afgelopen twintig jaar in moslimmedialand. Dit kan gewoon niet verder. Hè? Het moet gewoon anders. En er moeten nieuwe geluiden komen. Nou, uh, er waren vijf partijen die een aanvraag hebben ingediend. En daar kan er maar eentje krijgen. Toen heeft het commissariaat uh, met iedereen een hoorzitting gehad. En eigenlijk gestimuleerd dat partijen gingen samenwerken. En als dus je... Binnen een hele korte tijd. Een samenwerkingspartner moet vinden. mee zitten, praten, et cetera. Dan ontstaat er een samenwerking die niet gestoeld is op. Uh, op sterke fundamenten. Ja, wat is er misgegaan? Uh, in de kern heeft het ermee te maken dat we met uh, Mohammed en zijn organisatie. hebben afgesproken dat hij zich. afzijdig zou houden van de omroep. en zich niet zou bemoeien met. Uh, ja, bestuursbesluiten. En je kunt het niet hebben dat organisaties. Die jou op een gegeven moment ondersteund hebben, wat, hè, wat mooi is, daar zijn we dankbaar voor, maar dat die zich vervolgens met allerlei grotere en kleinere details. Gaan bemoeien. En dat is wat er gebeurd is. Alleen het lastige was voor ons dat wij uh, in het voorproces hebben dus afspraken gemaakt. Want zonder die voorwaarden stond onze aanvraag niet meer en de partnership ook niet meer. We hadden uh, een aantal bestuursleden gedelegeerd van het academica. en die zaten dus in het bestuur en die deden uh, erg hard hun best om datgene wat we, wat we voor ogen hadden ook daadwerkelijk terug te laten komen in de omroep. Maar dat ging niet zo goed. Uh, te vaak interne uh, discussies, te vaak uh, moeilijkheden. Over eigenlijk, je zou kunnen zeggen iets heel simpels, de naam bijvoorbeeld, de naam Oema. En terwijl wij zoiets hadden, hé, hey, terwijl wij tekenen, hebben wij zwart op wit gezet dat de naam het woord. Want de naam zou een te fundamentalistische bijklank hebben. Moslims in Nederland, mensen uit Irak, uit Somalië, nou noem het allemaal maar op. Die zeiden van, gaan jullie dan een fundamentalistische omroep oprichten? Maar Oema betekent toch gewoon gemeenschap? Dat betekent gemeenschap. Dat is een term die in de Koran voorkomt, dat weten wij allemaal. Maar. Je weet ook dat het tegenwoordig gebruikt wordt juist door zeg maar, meer uh, politieke islamistische stroming in de landen van herkomst. Dat weten we ook. Dat zijn dingen waar je over kunt praten, waar je, waar je feitelijk ook, uh, stel dat die naam uh, ook was veranderd, was nog niet zo heel erg geweest. Inhoudelijk is dat geen issue. Waar het dus uiteindelijk uh, voor ons een punt bereikte dat we uh, in de spiegel moesten kijken en zagen dat we onszelf, als we door zouden gaan, onszelf niet meer zouden herkennen als het moment dat uh, er een interim directeur benoemd werd... die uh, feitelijk een verleden heeft in die islamitische omroepen. Ja, uh, we hebben het dan over, over Maurice Koopman. Ja, ik heb niks tegen die man. Uh, ik ken die man ook helemaal niet. En vind ik ook helemaal niet nee, voor mij vind ik dat niet belangrijk. Voor mij is één ding belangrijk, die man heeft uh, bij die oude omroepen ge uh, gezeten. Wij willen elke band met het verleden doorknippen. We willen we daar, daar helemaal los van staan... Uh, daar kwamen we niet uit en uh, bleek, bleek er zelfs ook uh, men bezig te zijn met eventueel benoemen van een eindredacteur. die ook eindredacteur was bij, een, bij de vroeger uh, islamitische omroep. Mij geeft dat niet het vertrouwen dat we dan een omroep krijgen waar wij voor ons hebben ingezet. De jongere generatie, dat nieuwe geluid, de, de Nederlandse beleving van de islam van die nieuwe generatie, die kleur, et cetera. Dat ging gewoon helemaal mis. U heeft Momadjipje blijkbaar wel nodig voor zo'n aanvraag? Ik wil je ook wel eerlijk zeggen, want ik heb zelf die aanvraag geschreven, de eerste en de tweede aanvraag. Op zich hadden we academica niet nodig om te bedenken dat je heel veel voor jongeren, voor een tweede en derde generatie moet doen. Want je moet volgens de mediawet alle stromingen of zoveel mogelijk stromingen en substromingen vertegenwoordigen. Moet die mediawet gewoon niet op de schop? Nou, die mediawet moet zeker op de schop, want ik denk dat het punt bij een mediawet is dat alleen islamitische organisaties de zendheid mogen aanvragen. Maar uh, dat is natuurlijk niet hun cultuur en hun expertise om een uh, professionele omroep. Op te zetten en te leiden. Ik denk wel dat uh, iedereen, het commissariaat, de politiek, uh, zich heel serieus moeten afvragen of ze niet echt de condities moeten creëren voor een onafhankelijke omroep. Die dus niet gegijzeld kan worden door een club als Academica of een andere club die wegloopt en het commissariaat zegt dan: ja, het draagvlak van zo'n omroep is aangetast. Als je mij vraagt, van eerlijk van hé, wat zou je willen? Ik zou zeggen: liever willen van dat het commissariat ja, ons inderdaad die nieuwe generatie gewoon het vertrouwen zou geven. En zou zeggen, hey, uh, het is nu jullie tijd, 20 jaar hebben we anders het gedaan, van vijf jaar mogen jullie het gaan doen. Dat zou heel mooi zijn, maar uh, of die kans er is, dat moeten we nog, uh, moeten we nog zien.